Welkom bij aflevering 9. Ja, ik heb er echt heel veel zin in weer. Ik heb er heel veel zin in om het kasteel af te bouwen. We hebben nog 2 afleveringen, dan moet het af zijn. Dat moet haalbaar zijn, denk ik. Morgen is de laatste aflevering van het jaar. Ja, dan moeten we te doen zijn. En hoe was jouw... Ik hoop dat jullie ook een fijne kerst hebben gehad. Ja, hoe was die van jou? Ja, lekker. Altijd lekker zo'n extra vrije dag, hè? Ja, lekkere vrije dag, lekker eten. Heerlijk. Ja, weet je wat het is? Ik denk als het iedere dag kerst zou zijn, dan is het geen crisis meer. Nee, uitgeven. Precies. Ik zeg altijd maar zo, geld moet rollen. Dat zie ik het ook. Wat moeten wij nog gaan doen in die 2 afleveringen? We moeten de kelder afbouwen. Deze randen hier. Even kijken. En ik heb nog wat van die dingen gemaakt. Hoe heet die? Van die stoelen. Ja, het zijn een soort trappen is het. Maar die gaan we beneden gebruiken voor de stoelen. Ja. Even kijken hoor. Is het mooi? En hoe was jouw kerst dan? Ja, lekker. Maar ik zit alleen nog steeds vol van de kerst. Ja. Ja, ik heb niet echt iets dat ik zeg... Oh, heb jij nog zo'n pickaxe? Hoe heet dat ding? Oh, wacht, ik heb er hier nog één. How will. Ik moet zeggen, ik heb niet... weet je dat altijd bij kerst is? Je wilt toch altijd iets anders koken dan normaal. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Hoe bedoel je? Nou, normaal eet jij gewoon aardappels, vlees en groenten of zo. Maar met kerst dan eet je toch weer eens een beetje wat duurdere dingen vaak. Meestal een kreeftje of zo. Naar zo'n buffet geweest. Oké, en wat heb je daar gegeten? Ja, dan kan je onbeperkt eten pakken. Dus dat doen we meestal. Ja, dat deden we een paar jaar terug ook. Ja. En nu is mijn oma overleden, dus dachten we, ja, laten we het weer doen. Ja, precies. Ja. Okay. Want ja, mijn oma die kon daar niet mee naartoe, omdat ze zo ziek was. Dus ja, toen heb ik bij zo'n buffet onbeperkt gegeten. Was wel lekker. Oké. En druk zeker, of niet? Ik heb bij mijn vader... Ja, heel druk. Ik heb bij mijn vader zijn vriendin gegeten. Ja, dan komt er gewoon de visite en zo. Maar ik moet zeggen, wel gezellig was het. En lekker gegeten. En dat alles. Maar wij gaan eigenlijk nooit naar een restaurant met kerst. Want weet je waarom? Dus hier zit het stampus vol. Kijk, we gaan natuurlijk... Ja, klopt. Het zat inderdaad heel vol. Stampus vol. We gaan wel eens met kerst naar de McDonald's. En dan gaan we daar uitgebreid... Nee, grapje. Eten. ik kom nog 1 tralie serieus tekort. Maar ik denk serieus dat mensen dat wel doen, hè, bij de McDonald's eten met kerst. Nou, weet je wat ik dat altijd vind? Ik vind, kijk, wij zijn gentlemen's, hè. Heb je nog tralies trouwens? Tralies? Ja. Als het goed is wel. Wij zijn echte gentlemen's, weet je. Als wij iemand op date vragen, dan gaan we niet naar een of andere slappe tent. Tenminste, ik niet. En er zijn er van die mensen die nemen dan zeg maar hun vriendin mee naar de McDonald's uit date. Kijk, tuurlijk, het kan. Oh, ik zie hier een fout in, of niet? Ja. Ik vind het dan niet kunnen dat je je vriendin daar mee naartoe neemt. Nee, toch? Beetje gierig. Nee. Beetje gierig? Dan moet je ook echt goed uitpakken. Ja, tuurlijk. Gewoon naar 5 sterren restaurant of ook. Jij geef maar die tralies. En dat waren ze. Oh, nou, dat ga ik heel zuinig aan doen. Zo, dat klopt dan ook, denk ik. Ja, hier moest er nog ergens eentje bij. Nee, ik ben altijd wel iemand die zegt van ja, het geld moet rollen, weet je. Kijk, er zijn heel veel mensen die gaan met een miljoen op de bank dood. Dat wil je toch ook niet? Nee, klopt. Je moet het toch uitgeven voordat je gaat? Ja, anders heb je er ook weer niks aan natuurlijk. Dus... Nee. Maar goed. Ja, je moet natuurlijk wat overhouden voor je nabestaanden, maar... Nee, weet je, mijn oom bijvoorbeeld, die zegt van, ja, ik feest het liever er nu zelf doorheen dan dat jullie het straks hebben. Ik bedoel, ik heb er hard voor gewerkt. Dan denk ik van, ja, kan ik me wel iets bij voorstellen dat je er zo over denkt. Even kijken hoor, we hebben hier ook nog iets dat we moeten bouwen, dus dan wordt dat zeg maar zo. En dan moeten we zo, waar ben jij nou aan het bouwen? Ja, ik ben tralies uit mijn kist aan het halen.
Oh, helemaal mooi. Even kijken, dan gaan we dat zo doen. Hop, een hop. Op en op. Oh ja, heb je nog tralies? Ik heb veel te veel aarde in mijn ding zitten. Heb je nog niet tralies of niet? Ja. Ik zie alleen dat dit weer helemaal anders is dan. Er klopt weer helemaal niks van. Vangen. Oh, kijk, waar ben je? Er klopt hier iets niet. Wat dan? Kijk, dit. Zie je? Juist. Zo klopt hij wel. Oh. Even kijken, dan moet hier nog zo'n rand komen. Sorry. Vind je dat nou normaal? Ja. Oké. Even kijken. Hey, wat doe jij trouwens altijd met oud en nieuw? Oh, dit gaat helemaal fout. Ja, daar hadden we het vorige week toch over? Oh nee, 2 weken terug. Oh ja. Nee, ik had... Vuurwerk afsteken. Ja, niet zoveel meer als vroeger, maar... Even kijken. Gaan we dit zo, zo, zo. Klopt het al een beetje? Er moet nog 1 stuk bij. Dus dan moet het ongeveer zo worden. Oh. Van naar beneden. Ja, maandag ga ik vuurwerk kopen. Oh, echt? Ja, maandag kan je alweer vuurwerk kopen, hè? Ligt het weer in de winkel. Legaal vuurwerk? Ja. En Dumi, vind jij dat het hierna ook nog dicht moet zijn? Ja, je moet hier natuurlijk wel doorheen kunnen lopen. Oh. Kijk, zo moet hij. Aan deze kant, oh ja, dat is het ook. Kijk, hier is het open bij die trap en hier ook. Dus ja, ik weet ook niet. Zullen we het gewoon zo net als maken als hier? En dan klopt het hier ook weer niet. Als jij die andere kant eventjes kan... Zo... Ik doe hier wat steen, zo, en dan daar tralies tussen. Zo, ja. Yeah. Zo is dan mooi, toch? Ja, ik moet zeggen, het... Het ziet er... begint er aardig op te lijken. Even kijken, zo... Nou, oké. Okay. Hoppakee. We hebben eigenlijk nog de volgende aflevering. Dan moet het af zijn. Ja, dat gaat wel lukken. Nou, okay. Gaat toch wel lukken. Hebben wij hier Ik vind het nu al af, hoor. Ja, een soort van, hè. Maar we moeten nog wel een beetje de fining touch. De kleine stukjes moeten we nog even laten zien en zo. En afmaken. Even kijken. Dit ding dat staat een beetje in de weg. Die kachel... Die kachel? Ja. Hey, weet je wat misschien ook nog wel leuk is om te maken? Nou? Om, zeg maar, hier bij die trap... Oh. Een open haard, leek me ook wel leuk. Ja, dat kan toch? Hier een open haard. Ja? Ja? Hoe wou je dat doen? Nog een stukje dieper erin maken, toch? Ja, met dat nether spul. Even in de nether wat dingen halen. Maar dan doen we het toch zo? Kan je dat met een aansteker, kan je dat op... Ja, zo. Wat zei je nou met een trap? Want ik lulde door je heen, sorry. Even wachten. Kijk, en dan wordt hier zeg maar, komt het vuur. Ja, zo, ja. Ja, zo bedoelde ik het, ja. Dit is wel vet. Ja, mooi toch? Ja. Maar jij zei een trap. Wat wou je zeggen? Een trap. Oh ja, een trap. Hier hebben we een trap. En het leek me wel mooi om er... om dit ervan te maken. Even kijken of dat gaat lukken en uitkomt. Zo. Ho. Even kijken hoor. Oh, dat lukt niet. Poeh. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Nou jammer dan. Misschien als het zo... Dan dikker maken, zo. Ja, dat bedoel ik precies. Nee, gewoon zo. Dicht. Ja, maar dan zijn die tralies er voor niks. Ja, je maakt toch niet uit. Van de buitenkant zie je dat niet goed, hè? Oké, dan maken we het dicht. Misschien moeten we ook nog wat fakkels ophangen. Heb je nog fakkels? Ik ga eventjes de... Nou, het heeft wel iets zo. Ja. Ik ga eventjes de kelder een beetje optunen. Dat moeten we kijk maar buiten, dat zie je niet, hè? Ik ga zo kijken. Ik geef de kelder een beetje
Dan ga ik even naar de Nether. De Nether, ga jij maar eens even naar de Nether. En die spedder in de Nether en de... Alles. Even kijken, dan mag er hier wel een soort van bankje komen, zo. Ik ga van dat spul halen dat je in de fik kan zetten. Oké. Okay. Weet je wel van die, hoe heette die dingen nou? Netherblokken. Zo, die hier. Oh, nee, dit ziet er niet zo mooi uit. Zo. Zo. Ik ben in de Nether. Ik ben nu die blok aan het weghakken in de Nether. Ja. Yeah. Om een vuurtje te stoken. Fikkie steken. Ja, de dingen, dat kelder, die gaat er al leuk uitzien. Oh. Even kijken hoor. Zo, en dan moeten we die hier dan zo doen. Oh, dit gaat niet mooi worden, dit gaat niet kloppen. Hoe kan je zo'n blok draaien? Draaien? Ja. Wacht, ik weet wel een manier. Anders neerzetten, hoe wil je het hebben? Zo, kijk, zo hou ik het, maar dan doe ik het gewoon zo. Huh? Wat is dit dan, joh? Hier, dit blok. Zo. Ja, zo ja. Dan kan dit staat op zich nog wel niet heel verkeerd. Dat kunnen we nog wel zo doen. Je hebt ook bloemetjes in Minecraft, hè? Bloemetjescraft. Even kijken. Zo. Hier, kijk, hier heb je een bloempot. Oh nee, wacht, dat werkt niet. Hebben we nog iets wat we hier in het midden kunnen doen? Een bord. Dit is de gevangenis. Oh, jammer, dat bord dat komt er doorheen. Wacht even dan. Zie je dat? Ziet er ook niet uit. Nee, inderdaad. Ik denk dat we dat beter aan de ingang kunnen doen van het dingen. Dan gaan we dat nog eventjes doen. Even kijken. Zo. Dat is hakken lijkt me ook wel mooi. Ja, we moeten nog eventjes een... misschien een verhoogde rand maken langs de dingen. Langs de... langs het kasteel. Dat kunnen we zo ook nog eventjes doen. Even kijken hoor. Toegang op eigen risico. We moeten eigenlijk nog zo'n bewakingshond hebben. Ja, dat staat wel mooi. Zo'n bewakingshond? Zo'n bewakingshond. Verstond je wat anders? Ik verstond bewakingsboy. Ik weet ook niet wat dat is, ja. Dat is iemand die bewaakt. Ik hoor soms van die dingen. Dan denk ik bij mezelf, waarom hoor ik dat? heb je nog heel veel hout, of niet? Ja, heb ik nog. Hoezo? Kijk, ik wil hier namelijk nog een rand maken, zo. Ik maak het nu al met aarde, dus zo. Ik kan wel zo'n... dan gaan we even cheaten. Ik heb nog... ik kan wel zo'n hond tevoorschijn toveren. Maar dan moet ik even in de andere ding. In game mode 1, dat is creative. Gebruiken we natuurlijk nooit normaal, maar dan kan ik wel even een hond regelen. Het is wel leuk. Zo'n gierige hond, of niet? Ja, zo'n gierige hond. kijk, maar nou kunnen we zeg maar... Waar moet die hond komen? Bij de ingang. Kijk, maar nu kunnen we het water nog hoger zetten. Dus als jij nou nog water hebt... Ja, die hond lukt niet hoor. Heb jij nog water? Dan kunnen we het water hoger doen. Want de rand, die staat wel.
Ik heb nog water. Nou, perfect. Loopt dat hier van onder door? Ja, oh, prachtig. Het is toch mooi? Mooi toch? Ja, vind ik ook. Doen we weer goed, hè? Prima. Oh, ho, 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 ho. Kan je dat blok even weghakken? Welke? Deze. Oh, er zit zo'n beest in het water. Oh, maar die verzuipt toch wel? Oh, die verzuipt wel. Hoop ik. Die verzuipt wel. Zijn we toch weer lekker aardig voor die beesten? Nee, maar dat is aan de andere kant wel handig. Als we een inbrekers zijn en die in de zijkant willen komen, dan worden ze gelijk aangevallen. Even kijken. Nou, ik moet zeggen het. Wanneer komt er nou meer water bij? Oh, je wilt hem hoger hebben? Ja. Oh, hoger. Ik zit alleen een beetje vast. Maar goed, als we dat nou nog even kunnen doen, dan sluiten we deze aflevering af. En dan gaan we morgen alles afmaken en laten zien hoe alles is. En dan moeten we aan een nieuw project beginnen. Ik verzuim. Ho, ho. Zo. Zuipen. Zo, nou, we gaan, ik ga nog eens eventjes kijken. Toegang op eigen risico. Ik vind dat bord. Hoe maak je zo'n bord? Is dat één stokje en een hout of niet? Ja. Oké, dan ga ik even zo'n bord maken. Crafting table. Moet ik eerst hout hebben? Ga ik dat wel even ergens hakken? Dus dat lukt wel. Wat zeg je? Er staan zat bomen, dus dat lukt wel een stuk hout te vinden. Oh, ik moet even eten. Zo, gaan we dat heel erg even snel doen. Oh, ik verdrink. Wacht even. Wacht even hoor. Ja, perfect. Dan gaan we hier even snel aan de boom hakken. Of zullen we dat gewoon de volgende aflevering doen? Kan nu toch nog wel? Ja, kan nog wel even. Een stuk boom. Zo, dan hebben we de 3 bomen, dan moet je de 4 sowieso hebben. Voor de crafting table, zo. Oké, nou dan gaan we. Oh, wacht even, wat ben ik nou weer dom aan het doen? Wat ben ik nou weer dom aan het doen? Zo. Crafting table. Even kijken. Dan gaan we, leggen we hier de crafting table zo neer. Oh, ik zie het kasteel van afstand. Ziet er wel mooi uit. Dus, ik heb zo'n netherblok. Kijk. Wacht even hoor. Voor het kacheltje. Open paard. Oh, wacht even. Het gaat even niet zoals het. Kijk! Kijk eens binnen, de open haard staat aan. Ik kom eraan, wacht even. Zo. Ik hoop dat ik zo een ding heb. Nee! Hoe doe je dat? Zo'n een ding maken? Zo'n ding maken, bordje? Waar is de crafting table? Hier. Ik zal eens even kijken. Hoeveel bordjes heb je nodig? Eentje. Ja, de haard staat aan. Kijk, dit is het. Ik vind haard dat zo gezellig, hè? Gezellig, hè? Ook een beetje kerstachtig. Nou ja, nu is de kerst al voorbij, maar. Nou. Ik denk dat dit een mooie einde is om deze aflevering mee te eindigen. Volgende keer gaan we alles laten zien, alles afronden en dan. Spreken we je dan weer graag met een volgende aflevering. Ik zeg tot de volgende keer. Doei. En doei. Ik ben bijna dood. En tot de volgende keer. Dag.